Wij ook hoor. Kennen jullie de banaan uit Afrika? Die ging op reis. En hij danste de hele wereld rond. En als je zin hebt om te dansen, dan dans je maar lekker mee. Waar zijn de banaantjes? Mag ik even de banaantjes? Die grote banaan uit Afrika, die danste de hele dag. Waar doe je die oefama banana? En iedereen die hem zag, zei, hey, waar komt die banaan vandaan? Hey, waar gaat die naartoe? Wij dansen die banaan achterna van je piepoeparadoe. Oh, bananen! Hey, maar mijn banaan is uit de lucht gevallen. Ik heb geen bananen. Oh. De grote banaan uit Afrika, die danste heel verwonderd. De mensen zongen piepoera, het waren er wel honderd. De grote banaan uit Afrika, die danste de hele dag. Van je piepoepapapanana. En iedereen die het zag, zei, hé, hey, waar komt die banaan vandaan? Hé, hey, waar gaat die naartoe? De muis en die ging de muis achterna. En dat hebben ze jarenlang gedaan. En nu nog zitten honden vaak achter de kat aan. En kat achter de muizen. Maar niet altijd, want ze beginnen toch weer een beetje te vergeten. Maar ze waren eerst hele goede vrienden. Everything you ever knew is gone. Just think some people. Some people trying, some people act like they own the world. Are they just pretenders? Are they just pretenders?
tot het diepst in mijn ziel. Maar niet als ik jou weer zal zien. Ik verlang naar de dag dat je voor me staat. En droom dat ik weer goed met mij ga. En al tegen die en vrouwen. Een foto bij de deur van ik nu. En nu terecht op aankomt. Stel er allemaal niets meer voor. En al tegen die en vrouwen. Een foto bij de deur van ik nu. De visienummer, bataljonnummer, de geboortedatum en de keiharde sterfdatum. En dat 32.000 keer. En ik bevatte dat gewoon niet. En nog steeds niet, als ik heel eerlijk ben. En ik sta daar en die kleine die kijkt me aan en zegt: papa, waarom zijn al die mensen doodgegaan? En normaal had ik al geroepen van: die mensen zijn gestorven om de film- en entertainmentindustrie een onuitputtelijke bron van inspiratie te geven. Maar dat zei ik toen niet. Ik was echt aanslaaid. Die mensen zijn gestorven voor onze vrijheid. En hij kijkt me aan met die vierjarige blauwe kijkers van hem. Hij zegt: papa, wat is dat vrijheid? En ik denk: hoe leg ik dat uit? Hoe leg je aan een vierjarig kind uit dat daar een hele generatie van mannen in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar totaal kapot geschoten is, zodat de huidige generatie mannen in dezelfde leeftijdscategorie elke dag ongestoord tv kan kijken, internet of zich in elke willekeurige kroeg voor een buurtje kunnen laten kijken? Eerbaar, eerbaar, don't you?